Dit is de eerste echte grote stap voor staatsolie zelf, dat we in het nearshore gebied gaan boren. En het worden 300 hele spannende dagen voor ons, want in deze dagen zullen we zien wat er te vinden is in de nearshore. Het zoeken naar olie en het vinden van olie, dat duurt gewoon heel lang. Ik heb er hele goede hoop in. Misschien komt dat ook omdat ik erg optimistisch ben dat we de puzzel dit jaar al gaan oplossen. Gezien het razende enthousiasme, niet alleen van ons team, maar vooral ook van de internationale bedrijven die hier in het diepe offshore boren. Ja, we hebben net een tour gehad op de rig. Ik moet zeggen, ik had het me proberen voor te stellen vooraf. Natuurlijk veel foto's gezien, maar het is pas wanneer je echt hier aanwezig bent dat je ziet hoe immens groot het is, complex en hoe high-tech dit ding eigenlijk is. Het is een van de modernste rigs ter wereld. Om deel te zijn van dit project is een hele grote ervaring. Het is een hele mooie kans die ik heb gehad. Ik ga sowieso veel leren, ik ga veel zien, ik ga alle processen hier kunnen witnessen. Dit project kan ervoor zorgen dat de manier hoe we dingen nu doen gaat wijzigen. Dat we van land naar zee gaan komen. Dit project gaat onder andere ook bepalen wat de toekomst van staatsolie is. Ik ga natuurlijk af op wat de geologen zeggen. Zij weten precies waar de olie zit. En als ik ze mag geloven, ben ik ervan overtuigd dat we hier toch wel olie zullen aantreffen. Op 2 april gaan we de eerste put boren. Het is vandaag 1 april. We staan hier en op het moment zijn ze bezig alle voorbereidingen te treffen om de eerste boorstang in de grond te krijgen. Dat betekent precies op tijd, precies zoals is afgesproken. Fantastisch, een fantastisch team hebben we.